Kwik Twente nam het afgelopen zaterdag op tegen MASV uit Arnhem. Twee wijzigingen in de basiself bij Kwik. De Hollessy nam centraal de plaats in van Snelders en Tanke mocht beginnen als rechtsback. Het duurde lang voordat er een eerste kans ontstond. Deze was voor de bezoekers, maar de bal ging ruim over. Twee minuten later ging Kip alleen op de keeper af en leek te scoren. Op het allerlaatste moment besloot de assistent-scheidsrechter toch te vlaggen voor buitenspel en zo werd dit doelpunt afgekeurd. Beide teams hadden moeite met het lastig bespeelbare veld en mede daardoor ontstonden er weinig kansen. Deze aanval leek gevaarlijk, maar Ensink greep op tijd in. De beste kans kwam even later na een voorzet van Uldrink op Ilia. Helaas kwam zijn inzet niet voorbij de verdediger van MASV. In de tweede helft bleef Kwik zoeken naar de openingstreffer, maar de tegenstander hield het achterin goed dicht. Zo bleven de kansen schaars. Thomas Bos werd in het veld gebracht en kreeg niet veel later direct een aardige kans. Maar zijn schot werd gered door de doelman. Even later was hij nog dicht bij een treffer, maar deze kopbal belandde op de paal. De rebound werd op miraculeuze wijze tegengehouden. Na iets meer dan 90 minuten vloot de scheidsrechter af. Kwik staat nu 7e op de ranglijst in de 4e divisie D. Op 16 maart is de volgende thuiswedstrijd tegen Heino.